Zaterdag 19 maart gingen bewoners uit de Bloemenbuurt in Tiel aan de slag om zwerfafval op te ruimen. Wij zijn bezig met de landelijke opschoondag. Wij hebben buren bijeengebracht om de Bloemenbuurt op te schonen. Dat doen we in de samenwerking met verschillende organisaties, met Duurzaam Rivierenland, in samenwerking met de wijkregisseur, de gemeente, maar ook met Nederland Schoon. Daar werken we mee samen. En daarnaast zijn we begonnen met de aftrap van een campagne, Tiel Tip Top. Dat is in samenwerking met Arie van Vliet, dat is de tekenaar van Flipje. En met toestemming van het Stad- en Streekmuseum Tiel. Daar hebben we banners voor laten maken. Want eigenlijk willen we straks heel Tiel aan het opschonen krijgen. Want wij vinden dat Tiel is een vieze stad en dat moet beter. Ja.